stelling werkt nu als volgt. Een werkgever brengt iemand die hij voor zichzelf heeft geworven en geselecteerd onder bij een payrollbureau. Het payrollbureau stelt vervolgens de medewerker ter beschikking aan het bedrijf. En hierbij maakt het payrollbureau gebruik van de flexibele regels voor uitzenden en detacheren. Het payrollbureau neemt alle werkgeverstaken voor zijn rekening. De regering erkent dat payrolling toegevoegde waarde biedt. Met name voor kleinere werkgevers die geen professionele HR-afdeling hebben. Maar de regering vindt het ongewenst dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de flexibele regels voor uitzenden. En daarom schrijft de WAP voor dat payrollkrachten vanaf 2020 recht hebben op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de werkgevers zelf in dienst zijn. Voor pensioen geldt dit vanaf 2021. Dit betekent dat in de meeste gevallen de payrollkrachten minder flexibel inzetbaar worden en een ruimer pakket aan arbeidsvoorwaarden krijgen. In dat geval worden ze ook iets duurder voor de opdrachtgever. Voor payrollbedrijven betekent dit dat zij de cao's en de arbeidsvoorwaardenregelingen van al hun klanten in hun administratie moeten kunnen verwerken. En dat stelt veel payrollbedrijven voor een flinke uitdaging. Op gebied van payrolling gaat er dus een hoop veranderen. Laten we eens kijken wat dit in de praktijk betekent. Zij krijgen veel meer rechten die zeg maar, vaste medewerker ook krijgt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een 13e maand. In principe valt die niet onder de 6 looncomponenten voor uitzendkrachten. Die gaat straks met de nieuwe wetgeving voor payrolling wel gelden voor mensen die als payrollmedewerker zijn aangemeld. Als payrollwerkgever moet je vanaf het begin alle arbeidsvoorwaarden betalen die ook aan de andere werknemers die in het bedrijf werkzaam zijn worden betaald. En dat maakt payrolling duurder voor iemand die gebruik wil maken van payrolling. Goed, een super informatieve video. Al zeg ik het zelf. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor meer informatie ga je naar randstad.nl/wap of volg Randstad op social media.